Ongewenst gedrag bij jongeren kan veranderen in crimineel gedrag als niet op het juiste moment wordt ingegrepen. Daarom is het belangrijk om het gedrag van jongeren te monitoren, zodat bij afwijkende gevallen er meteen werk van kan worden gemaakt. Dit is de mening van de directeur van Stichting RUMAS, Emmy Hart, over het afwijkend gedrag van tieners anno 2024. Hart zegt dat het gedrag van de jongeren op langere termijn een maatschappelijk probleem kan worden, waartegen reeds nu moet worden opgetreden voordat het te laat is. Het ongewenst gedrag, zodra je het herkent bij je kind, moet je gelijk ingrijpen. Want ongewenst gedrag, als je het niet corrigeert, wordt het een probleemgedrag. En als je probleemgedrag niet corrigeert, wordt het crimineel gedrag. Dus die jongeren die je nu ziet met pistolen en zo, ooit eens was het, hadden ze gewenst gedrag. Ze hebben iets gedaan, niemand corrigeert, wie corrigeert ze? Nu zit Suriname met de problemen. Mensen huilen, ze zijn bang, kunnen s'avonds niet slapen. Omdat het ongewenst gedrag niet gecorrigeerd is. Ja. En het probleemgedrag baart iedereen zorgen, iedereen. We hebben nu crimineel gedrag. En met het crimineel gedrag is Suriname angstig. En om die angst weg te halen, zouden wij terug moeten gaan. Hoe ga je terug naar het gewenst gedrag? En dat is niet makkelijk. Want een voerman of een misdrijver of een crimineel, veel is beschadigd. Dus je zal die weg terug moeten doen. Door lessen te geven, door training te geven, door voorlichting te geven. Terwijl als je zou, mijn vader zou zeggen, liever voor de bakker dan voor de apotheek. Als men in die jongeren nu gaat investeren, zijn we bijna zeker dat onze toekomst beter zal zijn. Hart besluit met de oproep om attent te blijven kijken naar het gedrag van het kind, omdat alleen op deze manier er op tijd ingegrepen kan worden en verandering hierin kan worden gebracht.